Gaudeamus staat voor mij voor een festival dat jonge makers de kans geeft om te experimenteren met van alles aangrenzend aan muziek. Gaudeamus is volgens mij een soort drijvende kracht achter de nieuwe muziek, achter muziek in het algemeen. Dus doordat Gaudeamus nieuwe muziek steunt, faciliteert, uitdaagt, kan de muziek in zijn geheel blijven groeien. Voor mij is de lol van Gaudeamus dat het elke keer een gok is als ik daarheen ga. Ik weet nooit wat me op mijn bord terechtkomt en het is altijd hit en miss voor mij. En de ene keer is het heel slecht, maar de andere keer is het ook echt heel goed. En dat vind ik zo leuk eraan, dat spannende. En als het al een keer voorkomt dat een concert of wat op het podium gebeurt om een van de redenen niet meteen klik zegt in mijn hoofd, het kan gebeuren, het is live muziek, dan nog vind ik het heel erg interessant om te kijken naar dat proces van tegen de grens aanduwen. Zeg maar de grens van wat is muziek en wat kan eventueel nog muziek worden. Gaudeamus is voor mij een plek om nieuwe muziek te ontdekken, nieuwe muziek te horen, in aanraking te komen met nieuwe stijlen, nieuwe geluiden. En voor mij als maker een plek om nieuwe dingen te proberen en een plek waar ik meer nieuwe dingen zou durven proberen dan op een ander podium. En dat is voor een maker van een hele grote waarde. Gaudeamus daagt ons heel erg uit in nieuwe dingen maken. Onze eigen intentie is ook al dat we nieuwe dingen maken, maar zij vinden toch weer een ander speelveld voor ons.